Hallo, dit is Tilo van Revay Productions en ik ga jullie vandaag tonen hoe je een Minecraft server voor beta 1.8 moet opstellen. Het eerste wat je moet doen is naar Mozilla Firefox gaan of naar gewoon je standaard internetbrowser. Dan moet je naar minecraft.net/download gaan en zoeken naar minecraft-server.exe of als je Mac draait minecraftserver.jar. Ik ga het vandaag uitleggen voor Windows, dus ik neem de .exe. We gaan het bestand openen, downloaden, en eens gedownload gaan we het openen. Maar we gaan eerst gaan naar de bijhorende map en dit mag weg. En zoals jullie zien heb ik deze al enkele keren gedownload om te proberen en het werkte steeds. Dus wat we gaan doen is dit slepen naar ons bureaublad. Het makkelijk is natuurlijk als je het opslaat op je bureaublad. Maar dat heb ik vandaag niet gedaan. Dan gaan we een mapje maken met gewoon server of gewoon de naam die je wilt geven. 2. Zie je zo, maakt niet uit omdat ik al een server heb hier. Dan gaan we het minecraft-server.exe file in het mapje server plaatsen. En gaan we het openen. We gaan dit uitvoeren. En zoals je ziet gaat hij nu enkele mapjes maken. Dat hij deze mapjes maakt is normaal. Daarom is het gemakkelijk dat je het in een mapje zet. Zo blijft alles in dat mapje, anders gaat het gewoon rondslingeren op je bureaublad. En dat is niet handig, heb ik de eerste keer voor gehad. Dat was niet zo leuk. Dus eens je ziet dat hij preparing spawn area gedaan heeft, kunnen we het sluiten. Als het wilt meewerken, en daar is het. Zo, en dan gaan we op server.properties klikken. Om het server properties te openen gaan we rechtermuis klikken op het bestandje en openen met klikken. Dan gaan we zoeken naar kladblok. Deze staat bij mij al aangeduid. En dan zien we dit. Eens we dit hebben gekregen, gaan we het eerst en vooral kijken naar online mode. Als je een gekraakte versie hebt van Minecraft, zoals ik heb voor het moment, moet je bij online mode false zetten. En bij een niet gekraakte moet dat gewoon true blijven staan. Voor een server IP, dat is je lokaal IP. Ik ga nu jullie uitleggen nu hoe je daaraan moet geraken. Dat is heel simpel. We gaan CMD openen. Dus we openen CMD en we gaan in CMD IP config doen. Enteren. En we kijken, we hebben hier bij het bovenste IPv4 adres hebben we ons lokaal IP. Dat is bij mij 92.168.1.5. En dat gaan we hier bij server IP intypen. 192.168.1.5. Eens dat gebeurd is, gaan we het getalletje dat bij serverpoort heel goed onthouden. Staat heel goed onthouden. Dat is bij, ik denk, iedereen 25565. Dus dat gaan we goed onthouden, want dat gaan we nog nodig hebben voor onze poortenvoorwaarden. Dus het mapje server.properties kunnen we nu sluiten. En CMD mag ook gesloten worden. Het volgende dat we gaan doen is in onze internetbrowser het IP van onze router intypen en dat is bij iedereen 192.168.1.1. Enter. En ik ben bij Belgacom. Bij Telenet weet ik niet hoe dat het juist werkt, maar bij Belgacom heb ik er ook even moeten achterzoeken, maar het is me gelukt. En we gaan zoeken, dan moet bij Belgacom moet je op NAT klikken, NAT, virtual server klikken. En we moeten bij LAN IP adres
Het server, het IP van lokale computer, dus bij mij is dat in dit geval 192.165.1.1, dat was het IPv4 adresje dat je zag. Dan bij het protocol type gaan we TCP en UDP zetten, dat is heel belangrijk, en bij LAN poort gaan we het poortje dat bij in het Minecraft tot in het server.properties mapje stond plaatsen, en dat is 25565. Bij public gaan we juist hetzelfde zetten, en dan gaan we enablen. Dan gaan we op add klikken, maar ik ga niet op add klikken, want ik heb het al. Dus eens dat gedaan, mag dat gesloten worden. En dan gaan we nog eens een Minecraft server uitvoeren. Zo, eens dat uitgevoerd, kunnen we eens proberen. Oeps. Kunnen we al eens proberen voor Minecraft te openen om te zien of de server nu wel werkt of niet. Wachten. En zoals je ziet, jawel hoor, ik had er hem al ingezet. En hij staat er ook tussen. Om bij de 1.8 een server toe te voegen, gaan we add server doen, de naam van de server en het IP'tje. Als je van jezelf het IP van jezelf hebt, moet je je lokaal IP ingeven. Zo, en het poortje. Die bij mij geeft hij een error omdat ik deze al gedaan heb. We gaan deze dan deleten. Oké, maar je ziet, dat is dus de server. Cancel. Dit mag weg. Nu, nu kan je zelf op je server. Maar hoe gaan je vrienden op je server geraken? Wel, dit is eigenlijk zeer simpel. Daarvoor gaan we naar onze internet gaan. Even googelen. Als mijn internetverbinding een beetje meewerkt vandaag. En eens bij Google gaan we IP chicken intypen. Als je hierop klikt, zou je normaal gezien zo iets moeten krijgen. Ongeveer zo een blad. Ik ga het nu niet tonen, want anders ziet iedereen van jullie mijn IP. En dat wil ik liever niet. Maar dit IP ga je aan je vrienden moeten geven plus de poort. Dus ik zal het even voortonen bij Minecraft. Je vrienden gaan jullie zo moeten toevoegen. Multiplayer. Add server. En hier gaan zij het IP'tje invoeren dat jij bij IP chicken hebt gevonden. Dubbele punt, het poortje dat jij hebt gezegd. Gaan we don klikken en hij gaat kijken, maar kijk, can't reach server omdat die waarschijnlijk niet bestaat. Zo, dit was mijn video op hoe je een Minecraft server moet opstellen. Als er vragen zijn, vraag gerust. Daarvoor is de comments bar. Like en subscribe to Revay Productions. En hopelijk tot een volgende Minecraft of andere game video. Adios.